Hoi allemaal, goed dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik het hebben over van klein naar groot. Voordat ik uitleg ga geven over het onderwerp van klein naar groot, wil ik het eerst met je hebben over het 100-vel. Kijk maar met me mee. Dit is een 100-vel. En wellicht herken je dit 100-vel wel. Je begint bij 1 en je eindigt bij 100. Je gaat van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dat zijn tientallen. 100 is een honderdtal. Een fijn schema om te gebruiken tijdens de opdrachten die je moet maken als het gaat om van klein naar groot. Ik kom er straks nog op terug. Eerst een klein voorbeeld. Kijk maar mee. Je ziet hier 3 huizen. Nu is de vraag, zet de huizen van klein naar groot. Wat gaat er dan gebeuren? Eerst komt het kleinste huis, dan het middelste en tot slot het grootste huis. Zo zie je dat de huizen van klein naar groot gaan. Het huisje wordt steeds een beetje groter. Dit kan ook met getallen. Stel je voor, je hebt de getallen 10, 5 en 7. Nu is de vraag, zet de getallen van klein naar groot. Wat is dan handig om te gebruiken? Het 100-vel. En in dit geval heb je maar een rijtje nodig tot en met 10. Want de getallen zijn niet groter. Stel je voor, je hebt een rij van 1 tot en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ik ben op zoek naar de cijfers 10, 5 en 7, want die moet ik op volgorde zetten. Ga ik kijken? 1, nee, die zoek ik niet. Ik zoek geen 2, ik zoek geen 3, geen 4. Hé, ik zoek wel de 5. De 5 komt dus als eerste. Dat is dus het kleinste getal. Vervolgens ga ik verder zoeken. 6, nee, zoek ik ook niet. 7, die zoek ik wel. Dus dat getal komt naar de 5. Vervolgens ga ik verder zoeken. 8 zocht ik niet, 9 niet, 10 wel. Dus als ik dan kijk welke getallen gaan van klein naar groot, is dat 5, 7 en 10. Volgende voorbeeld. 26, 9 en 15. Nu heb je iets meer van het 100-vel nodig. Ook niet heel het 100-vel, maar tot 30. Ga je weer op zoek naar getallen 26, 9 en 15. Gaan we kijken. 1, 2, zoek ik ook niet. Ik zoek geen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, zoek ik ook niet. Oh, wacht, nee. De 9 zocht ik wel. Niet te snel gaan. De 9 is dus het eerste cijfertje. Het kleinste cijfertje van deze rij. Ga ik verder zoeken. 11, 12, 13, 14. Ah, 15, die zocht ik ook. Dan weet je dat 26 dus als laatste komt. Gaan we even kijken. Als ik naar mijn rijtje kijk, dan zie ik 22, 23. Ah ja, daar heb je 26. Dus de getallen van klein en groot is 9, 15, 26. Nu kun je daar heel makkelijk het 100-vel bij gebruiken. Je kunt het 100-vel zelf maken en wellicht heb je thuis een 100-vel liggen. Stel je voor, je hebt je 100-vel voor je. En dan krijg je opdracht 1. Je krijgt cijfer 4, 30 en 19. De vraag is, zet de getallen van klein naar groot. Dan ga ik kijken in mijn 100-vel, wanneer kom ik deze 3 getallen als eerste tegen? Gaan we. 1, 2, 3, 4. Getal 4, die zoek ik. Dus die heb ik gevonden, dus dat getal is het kleinste. Ga ik verder. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee... 15, 16, 17, 18, oh, 19, ja, die zoek ik wel. Dus dan zet ik weer een cirkel omheen. Dan weet ik dus dat 30 het laatste getal, het grootste getal zal zijn van deze rij. Ga ik nog heel even controleren. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ja, dan heb je 30. Inderdaad, 30 komt dus na de 4 en de 19. Dus hoe ziet mijn rij er dan uit? Eerst de 4, dan de 19... En tot slot de 30. De getallen staan nu van klein naar groot. Voorbeeld nummer 2. Weer gebruik ik het 100-vel. En de volgende vraag is 41, 26 en 100. Zet deze getallen weer van klein naar groot. Gaan we weer.
Ik ga eerst op zoek naar de drie getallen, dus 41, 26, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Hé, 26, die zoek ik. Dus 26 zal het eerste getal zijn. Ga ik verder zoeken. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41. Ah, ja, die zocht ik ook. Tot slot ben ik op zoek naar het getal 100. En misschien heb jij dat getal wel al gezien. Omdat dit een 100 vel is, weet je dus dat het getal ook als laatste een 100 zal zijn. En wat krijg je dan als antwoord? Eerst 26, dan 41 en tot slot 100. Nu nog één tip. Stel je voor je krijgt de opdracht van klein naar groot. Gebruik dan het 100 vel. Dit maakt het overzichtelijk en zo kun je de cijfers gaan zoeken. Het kan namelijk zo zijn dat jij de cijfers van 1 tot en met 100 nog helemaal niet zo goed in je hoofd hebt zitten. Wat natuurlijk ook super logisch is. Gebruik dan ook dit vel. Zoals je net hebt gezien, zette ik telkens een cirkel om het getal. Het getal dat als eerste komt, het getal daarna en het getal dat als laatste komt. Dat kun jij ook doen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een kleur. Misschien vind jij dat makkelijker. Misschien wil jij geen cirkels zetten, misschien hoef jij geen kleurtjes te zetten. Dat kan natuurlijk ook. Uiteraard is het niet verplicht om een 100 vel te gebruiken. Mocht je het zonder kunnen, super knap, dat mag natuurlijk ook. Mocht je het 100 vel nog wel nodig hebben, geen probleem, doe dat vooral zodat je de cijfers van 1 tot en met 100 goed kunt oefenen. Ik hoop dat jullie deze uitleg hebben begrepen. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het maken van de opdrachten.